Dan gaan we over naar het volgende punt van het programma. Barry Pieters van de Grondmei gaat ons meenemen in misschien wel de duistere wereld van geneesmiddelen in de afvalwaterketen. En als ik zo'n titel lees, dan moet ik altijd aan de gemeente Urk denken. En jullie snappen wel waarom, denk ik. Ga je gang. Hartelijk dank, en iedereen me goed horen. Barry Pieters van de Grondmei. Ik ben vandaag gevraagd om iets te vertellen over geneesmiddelen in de afvalwaterketen. Dat is niet zomaar. Ik ben de laatste vijf, zes jaar eigenlijk bij meerdere projecten betrokken geweest. Voor de inventarisatie van geneesmiddelen in afvalwaterketen. Vanaf de bron, het schatten van vrachten. Hoeveel komt er eigenlijk aan op een RWCT? Hoe moeten we prioriteren? Welke stoffen als eerste misschien moeten aanpakken? Welke RWCT's zouden we dan moeten aanpakken? En daar kan ik eigenlijk wel wat leuk wat highlights over geven. En daar wil ik jullie graag wat over laten zien. Geneesmiddelen, dat is eigenlijk al 10 jaar lang of langer eigenlijk al een issue. Je hoort het veel in de media, dat is eigenlijk niet zonder reden. We vinden het in oppervlaktewater, het is voor drinkwaterbronnen vinden we het. Ja, en mensen hebben daar wat mee. Daar is een hoop onderzoek naar eigenlijk uit voortgekomen. Eerst de geneesmiddelen over het algemeen. Er is een zeer grote diversiteit aan geneesmiddelen. Veel meer dan de andere groepen van stoffen van microverontreiniging eigenlijk. Als we alleen naar de humane stoffen kijken, zijn er ongeveer 850 werkzame stoffen op dit moment op de markt die gebruikt worden. Dat is al aardig wat. Ja, gaan we het nog wat ingewikkelder maken naar samengestelde geneesmiddelen. Daarmee bedoel ik dus een geneesmiddel waar twee typen werkzame stoffen tezamen eigenlijk in zitten, krijg je nog veel meer. En als je kijkt naar metabolieten, de stoffen die eigenlijk in het lichaam worden omgezet, of anders gezegd, ook stoffen die in het afvalwater zitten, daar worden afgebroken. Dan praat je eigenlijk over nog veel meer stoffen. Veterinair gezien iets minder, maar ook daar is het aanzienlijk. De stoffen werken meestal bij een zeer lage concentratie. Dat is omdat de meeste geneesmiddelen eigenlijk zo ontwikkeld zijn. En ze zijn vaak goed oplosbaar. Dat is eigenlijk gewoon voor het lichaam eigenlijk zo bedoeld. Een stof moet opgenomen worden door het lichaam. Ja, zeer hydrofobe stoffen, ja, die gaan niet goed door het lichaam heen. De stoffen komen eigenlijk overal voor. In elk compartiment van de waterketen kan je ze eigenlijk op dit moment aantreffen. En het grootste probleem nog steeds op dit moment is de perceptie van de risico's. Humaan gezien en ecologisch, ja, hoe erg is het nu? Dat is eigenlijk op dit moment, vind ik persoonlijk wel, het grootste probleem. Want daarmee, zoals eigenlijk Michael dat net had aangegeven, kan je de mensen meekrijgen. Als je wilt beslissen om maatregelen te nemen, dan moet je het eerst duidelijk kunnen maken aan de mensen van, ja, hoe erg is het nu? En is dat geld dat we daarvoor moeten uitbesteden dan ook wel terecht? Een beetje de toekomstvisie. Nog even van, is er misschien over een paar jaar die aandacht wat minder van de geneesmiddelen? Nou, als je gewoon puur kijkt naar de vrachten en het gebruik, zal het eigenlijk alleen maar erger worden. Iedereen weet dat er een vergrijzing is in Nederland. Dat komt tot zijn hoogtepunt ergens in, is het 2025, 2030. Ja, hoe meer mensen er zijn die ouder zijn, die zieker zijn, die meer slikken, hoe groter de vrachten zullen zijn. Zo simpel is het. Dus voor de toekomst gedacht, eigenlijk zouden we wel moeten nadenken om daar nog wat meer aan te gaan doen. Oppervlaktewater, dit is eigenlijk al een iets ouder rapport uit 2010. Eigenlijk in alle grote rivieren zijn zeer veel geneesmiddelen op dit moment aantoonbaar aanwezig. Het laatste RIWA-rapport, jaarverslag van 2012, heeft daar ook alweer aangegeven dat ze daar een hele hoop geneesmiddelen hebben aangetroffen. Vaak aantoonbare concentraties. Röntgencontrastmiddelen geloof ik als hoofdmoot, maar ook andere stoffen. Dus ja, het is een issue. De bronnen, hoe komt dat nou eigenlijk in ons afvalwater terecht? Ja, natuurlijk, de mensen slikken medicijnen, vrij simpel. Het komt ons lichaam in, daar komt een bepaald gedeelte van die stof komt onveranderd het lichaam uit. Je hebt excretie. En dan heb je eigenlijk drie grote bronnen waar geneesmiddelen vandaan komen. Dat zijn eigenlijk de mensen zoals jij en ik, uit de woonwijken. Je hebt mensen die eigenlijk geclusterd zitten wat meer in zorginstellingen. Mensen die een bepaalde aandoening hebben of wat dan ook. In ieder geval een ander type medicijnen slikken of dan wel meer slikken. En je hebt de mensen die in ziekenhuizen verblijven. Ja, en als je ziek bent, dan slik je natuurlijk helemaal meer. Al het afvalwater komt tezamen natuurlijk in het riool. Komt uiteindelijk hier bij een RWCT aan. Kan wel of niet nog een nageschakelde behandeling voor gebruikt worden. En uiteindelijk komt het dan in het oppervlaktewater terecht. En weer nog even dat drinkwater erbij. Dat gebruik van oppervlaktewater is niet alleen ecologie, dat is ook voor de mens natuurlijk.
Heb ik een leuk project waarbij eigenlijk voor het eerst wat breder in heel Nederland, een stoorproject is dat geweest, gekeken is wat zijn eigenlijk de vrachten vanuit de zorginstellingen en woonwijken. Daar is een hele grote monitoring geweest bij verschillende waterschappen en verschillende type zorginstellingen. Er zijn eigenlijk van verschillende zorginstellingen is het afvalwater bemonsterd. En er zijn ongeveer 55 geneesmiddelen zijn daar geanalyseerd. Ook van de punten van woonwijken aansluitend tot het rioolstelsel van zo'n zorginstelling is water bemonsterd en bemeten. En natuurlijk ook bij de influenten en effluenten van ontvangende RWZI. En op die manier probeer je eigenlijk zo'n plaatje eigenlijk bijeen te krijgen van wat komt nu waar vandaan, wat heeft de grootste relatieve bijdrage en waar praten we eigenlijk over in concentraties dan wel vrachten. Op het einde hebben we ook nog eens getracht een soort prioritering aan te brengen. Ja, welke geneesmiddelen zijn eigenlijk daadwerkelijk relevant? Misschien meer toxisch voor organismen later of wat dan ook. Een soort systematiek hebben we bedacht hoe we dat kunnen ordenen. En daar kom ik later nog even op terug. De resultaten eruit waren eigenlijk ontzettend leuk. Het eerste is wat je hier ziet, is de gemiddelde woonwijk aan de rechterkant. Dat is de vracht eigenlijk van de gemeten geneesmiddelen wat er gemiddeld uit een woonwijk komt. Dat zijn mensen zoals jij en ik. Het kent ons aangegeven in gram per persoon, per jaar. Per persoon, hè? Dan zie je dus dat dat natuurlijk vrij laag is. Maar zodra je gaat kijken naar andere type zorginstellingen, dan is dat veel en veel en veel hoger. Bijvoorbeeld een psychiatrisch ziekenhuis. Ja, je ziet het wel ongeveer. Nou, het is heel wat wat die mensen dagelijks gewoon per hand slikken. Schrikbarend. Je ziet ook variatie. Dat is ook interessant. Want nogmaals, het is per persoon, hè? Als je kijkt aan de linkerkant, dan heb je twee verzorgingstehuizen. Daar zit in het geslikte hoeveelheid per persoon eigenlijk ook weer een gigantisch verschil. Dus je mag natuurlijk niet gaan generaliseren en al die instituten eigenlijk zomaar op één hoop gooien. Er zit natuurlijk per verzorgingstehuis eigenlijk hele grote verschillen tussen. Is anders wat natuurlijk interessant is om te zien, dat elk type zorginstelling zijn eigen type gebruik heeft. Want ja, een GGZ-instelling is heel wat anders dan een ouderencentrum waar ouderen zitten. Dus je ziet eigenlijk heel duidelijk dat bijvoorbeeld voor lichamelijk gehandicapten, het relatieve aandeel, dat is daar geel, dat de geneesmiddelen vanuit het zenuwstelsel daar eigenlijk het grootste aandeel hebben. Nou, als dat bijvoorbeeld de stoffen zijn vanuit het zenuwstelsel die het meest toxisch zijn voor ecologie, nou, dan is dat natuurlijk een hele goede start om daar te beginnen bij de bron natuurlijk. En vice versa, de rode voor de spijsvertering en metabolisme. Ja, dat is toch enigszins wat meer richting psychiatrisch ziekenhuis dan wel verzorgingstehuizen. Dus je krijgt op deze manier veel meer inzicht eigenlijk wat waar geslikt wordt. Nou, uiteindelijk met heel veel meten en met heel veel doorberekenen komen we uit op kentallen. Kentallen zijn alles. Kentallen kan je gaan gebruiken. Dat kan je landelijk toepassen. En dan kan je situaties, kan je de landelijke kentallen gebruiken eigenlijk voor situaties die je eigenlijk niet kent in de zin van metingen. Als je weet waar hoeveel mensen ergens wonen in een stad en waar de RWZI's zitten en waar hoeveel mensen in een ziekenhuis zitten, kan je het hele plaatje eigenlijk gaan doorrekenen uit kentallen. Dat is bijzonder nuttig. Ook voor de ziekenhuizen is er gemeten. Dat is niet binnen dit project dan gebeurd. Eigenlijk in de vorige traject is dat al gemeten. Die zijn eigenlijk met dit project toen meegenomen. En daar kunnen we zien dat de relatieve bijdrage vanuit de ziekenhuizen eigenlijk af en toe aanzienlijk kan zijn. Vaak ook laag hoor, als je op stofniveau kijkt. 1, 2, 3, 4%. Ja, dan moet je gaan afvragen, ja, moeten we daar dan wel wat mee? Is niet zoveel. Maar af en toe, voor sommige geneesmiddelen, is dat toch wel aanzienlijk. 14%, 7%. Dus op die manier kun je eigenlijk ook wel gaan bedenken van, ja, een ziekenhuis, ja, dat kan toch ook wel een bron zijn. En daar kan je ook wat aan doen. Nou, farmafilter, zie daar. Daar zijn technieken voor. Maar je moet eerst natuurlijk die data in handen hebben om te weten of je daar wat mee moet. Uit die metingen komt eigenlijk een soort stoffenbalans en vrachtenplaatje. Over het algemeen kan je stellen dat mensen uit een zorginstelling ongeveer 10 gram per persoon per jaar eigenlijk in het rioolstelsel dumpen. We hebben vanuit de woonwijken, dat zijn mensen zoals u en ik, eigenlijk meer dan, nou wat is het, paracetamol, gewoon normale dingen. Dat is maar 1,8 gram per persoon per jaar en vanuit een ziekenhuis 24 gram per persoon per jaar. Dus als ik kijk naar bronnenpak, ja, dan zou je naar een ziekenhuis gaan. Ja, we moeten natuurlijk een beetje mee oppassen. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe groot de woonwijk is die eromheen zit. Je moet altijd de hele situatie bekijken of het zich loont om ergens een maatregel te treffen. Nou, uiteindelijk gemiddeld komt er bij een RWZI aan 3 gram per persoon per jaar. Dat is eigenlijk over alles uitgemiddeld. En komt er 1 gram per persoon per jaar door u en ik in het oppervlaktewater terecht.
Nou, nog even terugkomend op die situaties. Wat kan je met die kentallen? Nou, dit is een hypothetisch geval. Maar als je dus de informatie hebt van een systeem, een woonkernen, mensen die waar wonen, waar verzorgingshuizen zijn, kun je met die kentallen eigenlijk dat allemaal in elkaar gaan zetten en gaan bepalen, ja, wat je kan verwachten, wat je uiteindelijk ergens eruit krijgt. Het is nog zonder meten dit, hè? En op die manier kun je ook gewoon inzicht krijgen, ja, waar je dan in die hele schakel, in de hele keten zou moeten ingrijpen. Nou, als we kijken naar de verwijderingspercentages van de RWZT's, ja, daar liepen we toch wel vaak tegen problemen aan. Dat gaf Manon eigenlijk ook al aan. Ten eerste, het probleem is van geneesmiddelen, is dat ze zo ongelooflijk divers zijn. Geneesmiddelen binnen eenzelfde groep, en met de groep bedoel ik stoffen zoals bijvoorbeeld de beta-blokkers, ik noem maar wat. Daar zitten heel veel verschillende stoffen vallen daarbij onder. Maar elk van die stoffen is eigenlijk qua stofeigenschap zo divers, dat daardoor eigenlijk ook de verwijdering ook in een RST enorm divers is. Dat hangt af natuurlijk van de log KOW. Maar het hangt natuurlijk af of een stof snel afbreekt, ja of nee. Of het voor biologische afbraak snel bevattelijk is. Dus dat gaat erg divers zijn per stof. Dat zie je ook. Daaronder bijvoorbeeld bij de stoffen uit de N-groep. Dat zijn die stoffen vanuit het zenuwstelsel. Dan zie je gigantische verschillen per stof. Dus een aanpak per stof, ja, moeizaam. En ook daar liep je natuurlijk weer tegenaan, tegen de problemen van de matrix natuurlijk. Ook de rapportagegrenzen, ja, die zijn vaak niet zeer goed. Daar kan je weinig mee. Ja, je kan wel betere rapportagegrenzen gaan krijgen, maar ja, daar moet je ook meer voor betalen natuurlijk. Dat krijg je meestal niet bij een commercieel laboratorium. Nou, als we gaan kijken naar die prioritering, ja, willen wij een aantal stoffen of stofgroepen eigenlijk bovenaan gaan zetten? Eigenlijk op het niveau van wat er in het effluent zit en hoe het in het oppervlaktewater terechtkomt, van moeten we daar wat mee? Dat hebben we gedaan eigenlijk aan de milieurisico-index. Daar zijn we de stoffen individueel gaan prioriteren. Hoe doe je dat? Het is eigenlijk de vracht effluent die wij gemeten hebben en je deelt dat door de DDD. De DDD is de defined daily doses. Dus door de WHO is dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid die je van een medicijn moet innemen als je eigenlijk aan een ziekte geholpen wilt worden voor een werkzame stof. Nou, en dat verwisselt natuurlijk per stof. En hoe meer of minder die hoeveelheid is per dag, geeft het eigenlijk een maat van de werkzaamheid van die stof. En de werkzaamheid van die stof kun je eigenlijk van de mensen ook vertalen naar een organisme. Nou, hoe meer je moet slikken, hoe werkzamer het is en hoe werkzamer dat misschien ook voor een organisme is in zijn werkzaamheid. Het is een hele grove methode. Dit is eigenlijk gewoon gedaan omdat er zo weinig data nog steeds zijn op ecotox-gebied. Dus je moet werken met wat je hebt. En dan ga je eigenlijk ordenen. Nou ja, er komen op enkele stofjes bovenaan uit. Ja, en daar zou je naar moeten grijpen. Als je kijkt naar de klasses bijvoorbeeld, GBRC-klasse, een vrij oude klassering eigenlijk al. Dat is een stoflijst waarop stoffen zijn gezet. Nou, dan zie je eigenlijk dat die stofjes toch wel behoorlijk bovenaan komen. Maar soms ook niet. Ze staan op de lijst van een prioriteringsstoffenlijst, maar ze komen onderaan. Dus het is zeker niet een manier die heilig is of de beste manier is. Maar je kan enigszins een gevoel krijgen van prioritering. Ja, verder weer die vragen van hoe erg is het nu? Ik ben er zelf ook nog steeds niet uit. Ik ben echt van achtergrond ecotoxicoloog, maar het is ongelooflijk moeilijk om aan mensen duidelijk te maken van hoe erg is het nu dat een aantal stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen. Nogmaals, die stoffen zijn zo divers. En hun lot is zo divers waar het terechtkomt, hoe snel het afbreekt, hoe het bioaccumuleert, wat de effecten zijn. Dat is zeer moeilijk om te zeggen. Wat ik wel weet is dat die stoffen wat doen. Om een voorbeeld te geven, fluoxetine. Dat is een moeilijk woord eigenlijk voor Prozac. Ja, wat doet dat? Aan de linkerkant eigenlijk bij vissen. Stel je die bloot aan fluoxetine, maar dat geldt dus ook voor 17-alpha-ethinyl-estriol. Dat Michael wat over vertelt. Die komt dus ja, enigszins op die kandidatenlijst. Dat doet wat met de reproductie van vissen. Als je kijkt naar de controle, die blauwe boven, dan reproduceren ze eigenlijk wat betreft de reproductie minder. Nou, daar kan ik mij wel wat bij voorstellen. Dat lijkt mij niet goed. Hetzelfde geldt aan de rechterkant voor een macro-invertebraat, voor een vlookreeft. Ook voor fluoxetine, Prozac, blootgesteld aan die stof. En nogmaals, dat zijn concentraties die deels ook worden gevonden, geloof ik, in estuaria. Dus dat zijn ook veldrelevante concentraties. Dan is daar gescoord op fototaxis. Wat is fototaxis? Die vlookreeften zijn eigenlijk een beetje bang voor licht. Als ze licht zien, dan gaan ze de grond in. Dat is ook logisch voor een predatoren natuurlijk, want elke vis die eet ze op. Wat blijkt nou als ze worden blootgesteld aan Prozac, dat ze eigenlijk niet meer snel reageren op het licht. Ze blijven rondzwemmen. Ja, dat is natuurlijk leuk en aardig, maar ja, de predatoren hebben dan vrij spel en het hele ecosysteem kan daardoor enigszins natuurlijk wel
nou, ik wil niet zeggen in elkaar storten, maar ik kan me voorstellen dat het een effect kan hebben. Nou, doorvertaling is natuurlijk het probleem. Dit is allemaal labomstandigheden. En hoe is het nou in het veld? Ja, dat is een van de meest moeilijke gebieden eigenlijk in de ecotalks. Moeilijk. Ik durf dat echt niet eens één op één door te trekken. Ik weet alleen, zo in dat lab kan je zeggen, daar gebeurt wat. Hetzelfde geldt voor de pil eigenlijk. Daar wil ik niet altijd diep op ingaan. Dat hebben de meeste mensen eigenlijk wel gehoord. Maar de pil is eigenlijk een van de stoffen geweest waardoor eigenlijk geneesmiddelen van de humane kant eigenlijk het onderzoek voor het eerst op de kaart zijn gezet. Ja, we zien mannelijke blazers die vrouwelijk worden. Niet gewenst lijkt mij. En heel op andere zaken veroorzaakt dat. En het erge is natuurlijk dat het op concentratiesniveau zijn van nanogrammen. Nanogrammen. En daarom zijn ook die normen waar Michiel het over had, die waren dus specifiek voor deze stoffen dus bijzonder laag gezet. Zo laag dat het eigenlijk niet te halen is. Dus ja, ergens misschien wel terecht dat daar wat tegenstribbelingen zijn in geweest. De volgende eigenlijk is de gebiedsstudie Utrecht geneesmiddelen. Daar is eigenlijk verder gekeken. Hoe is daar verder gekeken? Eigenlijk end of pipe na de pijp. Als je weer ingrijpt bij een RCT of hoger in de schakel van de waterketen, bij de bronnen helemaal, dan moet je nog altijd voor ogen houden is waar gaan die geneesmiddelen naartoe? Nou, oppervlaktewater, dat is je doelstelling. Daar moet je naar kijken. Nou, als je alleen naar vrachten kijkt in effluent, is dat niet oppervlaktewater. We hebben daar een verdunning. Dat kan een grote verdunning zijn, een kleine verdunning zijn. Afhankelijk van de grootte van het opvangende oppervlaktewater. Dat is ook hetzelfde natuurlijk met de RST zelf. Je hebt daar grote RST's met grote vrachten en kleine RST's met kleine vrachten. Dus als je maar beperkte geld en inzet hebt en je wil maatregelen doen met je RST, ja, dan kan je beter een prioriteringsmethodiek hebben natuurlijk. Welke RST moet ik dan eigenlijk als eerste aanpakken? Nou, dat was het doel van dit onderzoek. Aan de linkerkant hadden we die geneesmiddelenkant. Daar is informatie dus gebruikt uit die vorige onderzoeken allemaal. Al die kentallen van die geneesmiddelen. En aan de rechterkant is eigenlijk dus die waterkant waar je naar gaat kijken. En wij gaan kijken naar de RCT's. Welke moet ik als eerste selecteren? Hoe zit het met dat oppervlaktewater? Hoe zit het daar met de verdunning? Nou, daar is een heel model in GIS voor opgezet. In het gebied van Utrecht zijn eigenlijk alle RCT's zijn gelokaliseerd in GIS. Er zijn de lozingspunten van RCT's vastgesteld. En voor elk lozingspunt van RCT is de verdunningsfactor is daar berekend en opgezocht. Verder zijn daar alle zorginstellingen zijn opgezocht in heel Utrecht en omgeving. Waar zitten ze? Hoeveel mensen hebben zij intern zitten? Dat geldt dus eigenlijk voor alles. Ook voor de ziekenhuizen is dat gedaan. Dat is al aardig het werk geweest. En natuurlijk met die data van die kentallen van per persoon, maar ook van inwoners natuurlijk van die mensen, kun je daar taartgrafieken van gaan maken. Je kan gaan weten van wat is de geschatte vracht van het aantal inwoners die totaal loost op een RSD? Wat is het aandeel van de zorginstelling? Wat is het aandeel van de ziekenhuizen? En wat is de totaalvracht? Nou, dan zie je natuurlijk bij Amsterdam dat er natuurlijk hoeveelheid mensen daar, dat die taart daar heel groot wordt. Ja, logisch. Grote vrachten worden daar geloosd op het oppervlaktewater. In kleinere landelijke gebieden natuurlijk minder. Maar je ziet ook verschillen tussen de taartdiagrammen. Bij de ene is het inwoneraantal, aandeel is eigenlijk wat groter. Bij de andere is het juist omgekeerd. Belangrijker is de concentratie die je in het oppervlaktewater ziet. Maar die kan je gaan berekenen. Want als je de vracht of concentratie in het effluent weet, ja, dan kun je met de verdunningsfactor natuurlijk makkelijk gaan doorrekenen het oppervlaktewater. Nou, en daar kun je natuurlijk, dat is het meest belangrijkste, je punten vinden van je RCT's waar je een grote concentratie verwacht met de grote bolletjes of de kleinere. Dus ja, als je als waterschap of op hoger niveau wil beslissen van die RCT wil ik als eerste aanpakken, kan dit een manier zijn. Dit is alleen nog maar concentratieniveau, dan kun je nog veel meer uitbreiden met andere variabelen. Waar zitten drinkwaterbronnen? Wat voor type waterlichaam is het? Is het een gevoelige of is het een minder gevoelige? Er zijn natuurlijk veel meer zaken die nog daartoe doen. En als laatste is er dus eigenlijk het beleid geweest. De vertaling van al deze informatie naar beleid, naar de overheid. Dat was toenmalig toen nog From natuurlijk, 2 jaar geleden. Het is iets eerder traject geweest natuurlijk als van Michiel. Die heeft er al wat enigszins over verteld in de tussentijd. Maar toen is er dus naar een aanbeveling geweest naar het From. Er zijn 4 strategieën eigenlijk aangepakt. Grof gezegd, end of pipe. We pakken het zoals hier aan op het einde. Of we pakken het bij de bron aan. Dat is eigenlijk met die 4 strategieën het geweest. Dat is doorgerekend. Daar zijn ook eigenlijk kostenplaatjes aan gehangen. Ja, wat kost dat ons nu eigenlijk? Nou, als we kijken naar strategie 1, dat is nog even toch de end-of-pipe benadering. De vrachten.
Ja, willen wij alles aanpakken in Nederland en daar een bepaald rendement uit halen dat zoveel procent wordt verwijderd uit ons effluent. Ja, dat kost dat ons ergens tussen de 500 en 800 miljoen euro. Dat is een hoop geld, zeker in deze tijden van economische crisis. Je kan het ook anders gaan aanpakken, bijvoorbeeld met die methode van het selecteren van enkele RCT's op basis van waarop ze lozen, met die verdunning. Maar je kan ook veel meer technieken natuurlijk gaan bedenken hiervoor. Die strategieën die kun je zowel als mogelijk uitbreiden. Maar dat kost gewoon een hele hoop geld. Ja, in de tussentijd is er natuurlijk een hoop meer gebeurd. Daar heeft Michel al genoeg over verteld. Als laatste wat ik nog even wilde vertellen is dat ook het veld van geneesmiddelen niet stilstaat. We hebben het steeds over metoprolol, over diclofenac, over dat soort stoffen. Nou, recent heb ik ook nog meegewerkt aan een best interessant onderzoek in opdracht van het RIWA. Röntgencontrastmiddelen staan al toch wel enigszins bekend binnen de geneesmiddelen. Maar MRI, röntgencontrastmiddelen, is eigenlijk een nieuwe groep van stoffen. Wat is daar zo verschillend in? Dit zijn de stoffen die worden ingespoten als je een MRI krijgt. Daar zit in het midden een edelmetaal, gadolinium. Gadolinium op zich is toxisch voor organismen. Voor mensen niet. Waarom doen ze dat? Ze bouwen daar een soort koolstofsysteem, een raster eigenlijk omheen. Dat het eigenlijk daardoor niet toxisch is voor mensen. Prima. Maar het probleem is, bijna alles wordt uitgeplast. Bijna alles komt in het riool terecht. Wordt slecht verwijderd. En die stoffen blijven niet stabiel. Die verweren. Gadolinium komt eigenlijk uiteindelijk dus vrij. Nou, geschat ongeveer 800 kilogram alleen vanuit Nederland wordt gebracht in het water. Dus ineens gesproken wat er vanuit het buitenland met de grote rivieren nog binnenkomt. En ja, dat is eigenlijk ook wel een punt van aandacht. Dus ook dat veld van geneesmiddelen staat niet stil. En er gebeuren ook nieuwe zaken waar we eigenlijk meer van willen weten. Ik dank u. Dankjewel. Wie heeft een vraag? Ook nu ruimte voor een vraag of twee. Nou, dat is mooi, precies twee. Ga je gang. Berry, dankjewel voor het heldere verhaal. Ik heb twee vragen. De eerste vraag om de grote lijn vast te houden. Begrijp ik het goed dat ongeveer 60% van de vracht van medicijnen via het stedelijk gebied naar de RWST komt, hè? Dus niet de ziekenhuizen en zorginstellingen, en dat de RWST ongeveer 60% daarvan verwijdert? Grofweg. Want daar zit eigenlijk mijn tweede vraag op. Het is dan de keuze of te kijken naar vrachten of naar stoffen. Ik zou misschien kijken naar stoffen. Als jij dat ook zou doen, welke drie stoffen zeg je van, die moeten weg? Durf ik niet te zeggen. Dat is zo moeilijk. Maar je bent dit is stofniveau. Dit is ook effecten op stofniveau. We praten dus ineens over mengseltoxiciteit. We doen twee stofjes samen. We doen drie stofjes samen. Daar is nog helemaal niets over bekend. Dus daar durf ik me niet aan te wagen. Ik zou stoffen met een hormoonverstorende werking toch wel op één zetten. Dat is echt niet goed, durf ik te zetten. Maar als jij het niet zegt, wie moet het dan zeggen? Ik wil me niet verleiden hier om daadwerkelijk een top 3 te noemen. Het zijn meerdere stoffen. En groepen van stoffen die meer doen dan anderen. Maar ik durf het niet te zeggen. Laat ik zeggen als burger dat hormoonverstorende stoffen bij mij wel bovenaan staan. Toen ik zelf in het gebied van de waterkwaliteit werkte, ging het nog over tributyl tin. En dan had je een mooi fotootje waarbij je, welk beestje het was, dat weet ik niet meer, maar dan had je een mannelijk en een vrouwelijk geslachtshormoon. Toen dacht ik van, nou, dat zal niet de bedoeling zijn geweest van wellicht onze schepper, als je daarin gelooft. Wait, please. Drie gram per persoon per jaar komt vanuit een persoon van 45 Ik versta je nauwelijks. Ja, het is wel moeilijk. 3 gram per persoon per jaar is de lozing. 5 milligram per kuub komt in het oppervlaktewater aan concentratie, zag ik je net ergens presenteren. Bij de röntgencontrastmiddelen ging je wel naar de echte bron toe. Hoeveel wordt er echt gebruikt? Van die 3 gram per persoon per jaar, hoeveel echte medicijnen worden daarvoor gebruikt per persoon per jaar? Dus hoeveel verlaat ten opzichte van die 3 gram de inname aan grammen per persoon per jaar? Weet je ook het medicijngebruik van de mensen per jaar, laat ik het zo zeggen?
Je kijkt de hele tijd naar de end of pipe. Ja, je hebt een mens en die slikt medicijnen. En je kijkt wat eruit komt en wat er in het oppervlaktewater komt. Ja. Maar de echte bron is natuurlijk het slikken van die medicijnen. Welk percentage van die geslikte medicijnen verlaat de mens? Daar hebben we ook berekeningen naar gedaan. Kijk, dit is alleen wat je meet. Dit is chemisch analytisch. Ja, en je weet hoeveel mensen wonen in een bepaald gebied bijvoorbeeld, die aangesloten zijn. Maar binnen dit onderzoek, dat heb ik even niet laten zien, dat is te veel voor vandaag. Daar is ook dat berekend. We hebben echt berekend vanuit een zorginstelling, wat is het precies wekelijks, maandelijks of wat dan ook geslikt. Ja. Echt op stofniveau. En is het berekend aan de hand van literatuur van wat er dan als excretie uitkomt. En dat is echt stofafhankelijk. Maar daar wordt bijvoorbeeld niet naar gekeken welke medicijnen in grote mate de mens verlaten. Dus ik heb het over echte bronaanpak. En die aanpak, die mis ik nog even. En dat komt volgens mij een beetje terug in die medicijnen die in een watchlist staan. En verder min of meer onaantastbaar moeten blijken. Je gaat er moeilijk direct in, hoor. Ja, klopt. Ik denk dat je boodschap helder is. Begrijp je, maar ik denk niet dat men echt daadwerkelijk op stofniveau medicijnen gaat zeggen van gebruik dit niet meer of zoek alternatieven. Is moeilijk, hoor. Oké, ik denk dat die vraag beantwoord is. Short question. You had a nice, if I got it right, you had a nice comparison of human pharmaceutical and veterinary compounds. Mm-hmm. Now, this is on the 850 and 200 is on a compound basis. Would we get the same picture if we look at quantities, not at the number of compounds? That depends again on the compound. If you look at... It's a good question, because I don't work that often with veterinary The point is, what may be relevant for the environment, if you don't have just five compounds, is the total amount. In general, in terms of toxicity, as a general model, we start from assuming that the quantities are just additive, more or less. Yeah. And therefore, my point is, maybe we should do such comparison more based on quantities than on number of compounds. Yeah, but that depends again if it's diffuse or a point source. This is a water treatment plant. I mean, you know where it's coming from and there you can act. But if it's diffuse, which partly veterinary pharmaceuticals are with manure, I mean, it's difficult. I know what you mean, but it's not that easy because it's not the same route of entry. Mostly. Okay, thank you for your question. If it would be, of course, then you would make that comparison. But thank you. Dank je wel voor je presentatie. Sorry, maybe you can ask your question and answer it. Challenging. Were it interesting questions? is it important that we know the answer? Yes? Okay. Ask your question. Dit deel mag nog net even in het Nederlands. Oké, nou hartstikke goed. Stel nou dat je bestuurder bent van een waterschap en toevallig zit je in het Uniebestuur. En je hebt die waterkwaliteit heb je in je portefeuille en je wordt door de minister uitgenodigd en zegt van nou geef mij nou eens advies. Wat moeten wij gaan doen? En wat is dan je advies? Aan mij. Er is geen eenduidige oplossing voor. Dat is eigenlijk al eerder vandaag al voorgekomen. Het is af en toe een bronaanpak. Af en toe is het end of pipe. Er is geen eenduidige oplossing voor. De ene situatie vraagt om oplossing A en de andere om B. Ik denk dat je elke situatie gewoon echt goed moet beoordelen, monitoren. En daar goed over na moet denken en daar de juiste beslissing voor moet nemen. Maar je kan niet alleen maar A of B zeggen. Daar geloof ik niet in. Als de situatie daarom vraagt, kan dat misschien zijn. Ik denk dat je je vraag gesteld hebt. Het lijkt me goed dat je hem straks nog aan de echte bestuurders stelt. Dus dan vraag je niet om het advies. Maar dan gaan we checken of ze het zelf weten. Dan de andere vraag. Is er eigenlijk al iets bekend over natuurlijke achtergrondniveaus? Want ik kan me toch voorstellen als je, noem eens wat, de Oostvaardersplassen neemt, dat daar ook sprake is van hormoonverstoring, gewoon in de min of meer ruwe natuur.
Je bedoelt vanuit andere stoffen die ook een hormoonverstorende werking hebben? Nou, ik heb wel eens begrepen dat als een paard in een sloot pist, dat er dan ook allemaal vrouwelijke vissen rond vissen vervolgens, zwemmen vervolgens. Dus ja, dat bedoel ik eigenlijk een beetje. Durf ik niet het snelle antwoord op te geven. Wat ik wel weet is, die hormoonverstoring die wordt bijvoorbeeld met effectmetingen gedaan op humane cellijnen. En dat geeft gewoon de hormoonverstoring aan van de stoffen die dat doen. Er zijn natuurlijk wel een hele hoop andere stoffen die hormoonverstoring ook veroorzaken. Industriële stoffen zijn er ook een hele waslijst aan stoffen die dat veroorzaken. Dus je moet vaak... Ook natuurlijke, ja. Ja. Dus je moet inderdaad wel oppassen welk aandeel een stof heeft in die relatieve bijdrage aan het effect van hormoonverstoring. En dat is natuurlijk niet alleen de pil. Dat is wel een groot aandeel hoor, maar het is niet alleen dat. Maar het uitpluizen van een situatie van ik zie een vis en daar is wat mee gebeurd. En om dan te zeggen van die, nou ik durf te zeggen, toch wel 10, 20 stoffen die dat misschien als een totaliteit veroorzaakt hebben. Wat is hun relatieve aandeel? Nou, dat ecotoxicologisch kan je dat niet op die manier uitpluizen. Zo werkt dat niet. Oké, okay, dankjewel. Nee, dus ik begrijp het bedoeld hoor, maar dat is moeizaam.